Een bijzondere tentoonstelling momenteel in Museum 2 Stromeland. 23 kunstenaars mochten een object uit het depot van het museum kiezen, om dit vervolgens in een nieuw jasje te steken. Het resultaat is een expositie met hedendaagse interessante kunst. Het museum zelf beschikt over heel veel voorwerpen, maar zoveel dat van tijd tot tijd voorwerpen afgestoten moeten worden. En dat gaat dan via een centraal systeem van allerlei musea. Dan moet 3 maanden lang moet zo'n voorwerp op zo'n site komen te staan. En als de musea daar geen interesse in hebben, dan mogen wij het verwijderen. Maar dat vonden we eigenlijk heel erg vervelend, want we dachten nou, jammer om het weg te gooien, misschien kunnen we er iets moois van maken. En toen hebben we kunstenaars uitgenodigd van Kunstbakens en van de Kring Wiegen om van deze voorwerpen kunstvoorwerpen te maken voor deze metamorfose. Dus het ondergaat een metamorfose. Nee, daar zaten geen selectie-eis aan. Wat overbleef, mocht je meenemen. Er zijn kunstenaars die hebben een stuk of 5 voorwerpen meegenomen, maar uiteindelijk misschien 1 voorwerp gebruikt. Maar het is ook wel belangrijk dat je weet dat een kunstenaar een aantal heeft laten liggen. Dus ook een deel van het proces. Dus in die zin lag er eigenlijk geen eisen waar het aan moet voldoen. Zeker niet, want wie zijn wij om daar eisen aan te stellen als museum, hè? Kunstenaars die moeten hun eigen weg kunnen gaan. Museum 2 Stromeland kende al een reeks kunstenaars van de kunstkring Kunstbakens in het land van Maas en Waal. Ook zijn meerdere individuele kunstenaars benaderd die gelijk enthousiast reageerden. Ik ben de vormgever van deze tentoonstelling. Dat wil zeggen, er is een conservator die maakt het concept. En daarna moet de zaak in 3D ergens komen te staan. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik maak geen kunst, maar in dit geval heb ik 1 kunstwerk gemaakt. En die is gebouwd rond de mammoet die uitgestorven is. En ik heb de uitgestorven mammoet doorgetrokken naar misschien deze tijd dat de mens ook gaat uitsterven door klimaatverandering. Misschien artificial intelligence. Ik ben geboren met kunst. Dat wil zeggen, ik kom uit een vrij kunstzinnige familie. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kunst. Daar ben ik mee geboren en dat blijf ik volhouden zo.